22-jarige man uit Mook is woensdag in zijn woning overvallen door leden van een motorbende. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie. Het slachtoffer zei niet veel contant geld in huis te hebben en vroeg of het goed was om te kijken of hij bij zijn vrienden geld kon lenen. Overvallers gingen ermee akkoord en liepen mee naar buiten. Het lukte de man achter de rug van de overvallers om een vriend te waarschuwen via een berichtje. En die belde direct 112. De politie doet op dit moment nog geen mededeling omdat het onderzoek nog loopt. Wel geeft de woordvoerder aan dat het verhaal van het slachtoffer wordt onderzocht. Volgens de woordvoerder gaat het onderzoek nog geruime tijd in beslag nemen.